Ja, het bijzondere voor ons is eigenlijk geweest dat dit voor het eerst is, eigenlijk wereldwijd, dat op grote schaal dat DNA-verwantschapsonderzoek is toegepast. Dat heeft uiteindelijk ook tot dit resultaat geleid en dat is natuurlijk fantastisch. En dat maakt deze zaak eigenlijk heel bijzonder. Het heeft ons ook geleerd eigenlijk hoe ingewikkeld het is. Want het klinkt heel eenvoudig, verwantschapsonderzoek. Nou, en we zien in deze zaak bingo de dader te pakken en een geweldige veroordeling. Maar er gaat heel veel complexiteit achter schuil. En wat ontzettend belangrijk is, eigenlijk is dat deze zaak misschien wel het begin is van een nieuwe toekomst. Waarin we zowel binnen politie als justitie met deskundigheid meer en meer moeten gaan ontdekken wat de mogelijkheden zijn van het verwantschapsonderzoek. Maar waar ook de valkuilen liggen, de voetangels en klemmen. Waar zitten eventuele problemen? Waar zou je tegenaan kunnen lopen? Zodat uiteindelijk het middel wordt ingezet in zaken die zich er echt voor lenen. Waarbij je dan vervolgens maximaal kans op succes hebt. Nou, dat is waar we volgens mij de komende periode met z'n allen heel druk mee bezig moeten.